Yo en welkom bij Timmetje 070 en weer een ander filmpje. Dit is een Pioneer vintage versterker met tuner en ik film best wel rommelig. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hem best wel bijna helemaal opgeklapt. Alle knopjes kraakten, werkte niet goed. De dopjes van de knopjes waren er, dat zie je zo meteen al. Wat heb ik dus gedaan tegen dat krakende knopjes? Heb ik geloof het niet. Contact cleaner gekocht. Het werkt fucking goed. Ik heb nu al twee keer gespoten. Gisteren een keertje, nu weer een keertje. Dus het werkt nu wel aardig goed. Overigens staan de. Op de versterker staan nu Roger speakers. Roger LSA3/5A. Ook vintage shit, jaren 70 ergens. Klinkt erg goed. Het is een 4,5 inch woofer. Dus. Klinkt al wonderbaarlijk goed. Wat? Er staat er hier eentje. Hier staat deze zit. En deze is zonder frontje. Dat niet erop zit en daar zit dan een frontje op. Dus dat vind ik wel grappig. Hier staat de versterker. Ga er vanuit naartoe. Oh jee, wat is het? Pioneer SA600. Hell yeah. Hier mis nog een knopje, die ga ik binnenkort zoeken. En een tuner. Oh ja. Yeah. En achterop zitten aardig wat mogelijkheden. Ik heb geen zin om dat te laten zien. Dus we zetten hem aan. De tuner aan. De tuner gaat aan. Fucking awesome. Ik heb hier geen signaal. AM. Deze is best wel awesome. En nou, wat gaan we nu doen? AUX1. Zetten de mixer aan. Nu staat er vooruit. Oké, groep B staat aan. Loudness staat aan. De equalizer staat normaal. Oh, de treble is iets omhoog gedaan. Balans. Tape 1 en 2. Stereo. Filters zitten erop. Maar dat doen we niet. Oké, enige soort minpuntje is. Deze werkt niet. En de knop is niet helemaal 100%. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we met Spotify gaan we even draaien. En ik zet de camera neer. Dus. Maybe we never should.
te hard, ja. Deze speakers zullen waarschijnlijk al gekocht zijn. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Dankjewel voor het kijken, dit was Timmetje 070. Vergeet niet te abonneren en het blauwe duimpje omhoog te doen. En het blauwe duimpje omhoog te doen.